ik ben 34 jaar. Ik ben Jeffrey, ik ben 31 jaar. Wij zijn eigenlijk een beetje ons appartement uitgegroeid. Wij hopen dus eigenlijk dat jullie ons kunnen helpen met het zoeken van een ander huis. In deze huidige woningmarkt en met de eisen die ik heb, of eigenlijk die wij hebben. Zij. Wilt het maar niet lukken. Diana en Jeffrey zijn op zoek naar een eengezinswoning met minstens 3 slaapkamers. Minimaal 90 vierkante meter en een tuin. Dit alles voor een bedrag van 390.000 euro. En hun favoriete locatie is Haarlem, rondom het centrum graag. Alex is aan zet en die zoektocht blijkt, zoals verwacht, niet makkelijk. Uren worden dagen, dagen worden weken en weken worden maanden. Alex zoekt en vindt niks. Dan, na lange tijd zoeken, komt er eindelijk iets interessants voorbij waar Alex in gelooft. Wat een mooie ruimte. Hoeven ook niks meer aan te doen. Kijk, 2 dakkapellen. Dit is wat zij leuk vinden. Een smal straatje, allemaal verschillende type huisjes. Ik denk, als we vandaag nog een bod uitbrengen, moeten we wel iets overbieden, maar we gaan niet heel gek doen. Kan het zomaar zijn dat het dit keer wel gaat lukken. Maar dit voelt best wel oké. Ja, wat vind je van de ruimte? Ja, best wel goed. 3,75. Waar gaan we het verkopen? Ja, het liefst koop ik hem voor 3,75, maar realistisch gezien moeten we het wel overbieden. Maar die mevrouw of de verkoopster, die hebben wel haast. Na 51 bezichtigingen moet dit hem gewoon worden. Na talloze bezichtigingen, biedingen en frustraties is het Alex en Bob gelukt. We hebben eindelijk een huis in Haarlem gekocht. Hoe lang zijn wij nou al bezig? Juni. Over hoofdpijn dossier gesproken. Juni, echt al 5, 6 maanden. Ja. 5, 6, ja. Ja, te lang. Ja. Ja. Nou, jullie willen gewoon het liefst hier blijven wonen. In deze stad en in het centrum. En we hebben met al jullie spaarcentjes bij elkaar een woning gekocht. Oh, meen je dit? Net de dag voordat je op vakantie ging. Ja. Oh, jeetje, wat een verrassing. Ik dacht, die komt om meer zoekgebied vragen. Ga je gewoon een knuffel geven? Nou, jou de eer om de eerste te zetten. Van harte. Ja, dank je wel. Ja, dank je. Diana en Jeffrey mogen eindelijk hun huis zien. Hi. Zijn jullie zover? Ja? Ja. Ja? Ja. We zijn zover. Ga je gang. Oh, Jezus. Klaar? Yes. Nou, ik heb nog nooit geblinddoekt in de auto gezeten. Nee, wie wel? Trein. Trein? Is dat eigenlijk dat betonblok? Dat, Rijden we nu hier? Als we nu naar rechts gaan, dan zitten we in die ene straat. Inderdaad. Ja, dat denk ik dus ook. Nee. Oké. Okay. Blijf staan. Nou, doe je blinddoek maar af. Het is hem wel. Oh, we noemden het de grafsteen. Juist omdat het een en al beton is eigenlijk, was het niet heel charmant. En het steekt ook nogal af met de huizen die ernaast staan. Misschien kunnen we er in het midden gewoon opschrijven. RIP, Jeffrey en Diana. Oké. Okay. Oh, wat tof. Ja, in ieder geval meer ruimte dan we hadden, ja. Ja. Nou, genoeg ruimte voor een mooie bank en een tv en niet te veel gedoe. Die vloerbedekking is wel echt... Ja, die is wel aan vervanging toe. Oh, wat erg. Het is ook gewoon echt perfect, toch? Qua ruimte. Hier kan anders wel gewoon de kledingkast in. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heel erg... Ik vind het klein. Alle ruimtes vind ik erg klein. Ik ben hier iets minder enthousiast over dan Diana, denk ik. Alles Doe bekeken. Stil. Ja. Ja. Het totale budget, 390.000 euro. En het huis is aangekocht voor 3,85. Dan blijft er nog maar een schamele 5.000 euro over voor de verbouwing. Wat ik heel graag wil, ga ik straks met jou kijken, is de voorgevel. Want daar word ik best heel erg verdrietig van. Keuken vind ik best goed, maar ik wil hem even heel kritisch met jou bekijken. Hoe we hem toch een kleine lift kunnen geven. Er wordt keihard geklust in het nieuwe huis van Jeffrey en Diana. De toog wordt verwijderd en glad geschuurd. De spullen voor de badkamer en keuken geleverd. Die grijze voorgevel krijgt eindelijk een opfrisbeurt in de kleur RAL 7022, mocht u het willen weten. Er wordt een nieuwe deur geplaatst. Een vloertje gelegd. En daar komt de redder in nood. Chantal. Want voor elke uitdaging is er een oplossing.
Dit is natuurlijk een geval apart en was best een struggle om met eigenlijk geen budget een huis in te gaan richten. En met de tegel aan de wand lijkt er voorlopig niets aan de hand. Zo, we zijn onderweg. En het gaat nu echt gebeuren. We krijgen het huis te zien. Ik ben best wel nerveus nu eigenlijk, nu dat het dichterbij komt. Ja, ook al twijfelen we nog heel erg wat we nou doen, ben ik ook best wel nerveus en nieuwsgierig naar de uitkomst. Ja, dat vooral. Hè. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Kom eens even kijken. Ja. Het ziet er toch hartstikke strak uit. Dit is even een hele verbetering. Ja, waar wij natuurlijk vandaag heel erg benieuwd naar zijn, dat jullie zo meteen, als u het allemaal bekeken hebben, toch naar buiten komt van... We gaan nu toch wel weer twijfelen. Nou, dat doen we al hoor. Ja, we twijfelen echt? Ja, vooral de laatste paar weken hebben we echt zoiets van... Is het dan toch misschien wat groter? Of is het dan toch anders ingedeeld? Of ik weet niet, de twijfel slaat enorm toe. Hier is de sleutel. Ja, aan mij weer. Oké. Oh, die keuken. Oh, tof. Netjes. Toch wel, Het blijft natuurlijk wel een kleine tuin, maar het is wel echt leuk, toch wel? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Oh ja, dit is dus de gamekamer. Oh, wat leuk. Oh, allemaal beeldjes hier ook. Ja, oh, kijk nou, ze hebben er ook nog wat van kunnen maken van de badkamer. Een dubbele wastafel. Wat dan? Dit is een nieuwe wastafel. Nou, netjes. Ik vind het leuk. Oh, lachen. Ja, dit is gewoon de kledingkamer natuurlijk. Nou, hier hoef je dan niet meer alles op en af te bouwen. Oh, kijk nou. Oké. Oh, ze hebben het hier dicht gemaakt. Wat goed. Ja, dit was ook open. Ja, de gijzer. En er stond een afschuwelijke kast. Ja, dat is waar ook, ja. Hey. Hi. Wat blijven jullie lang boven? Ja, we waren even aan het bespreken. Ja. Nou, we zijn sowieso erg verrast door hoe het er nu uitziet. Maar we zitten dan nog steeds als we ons op kamer lopen van is het dan niet toch net echt iets te klein? En opbergruimte missen we misschien hier en daar nog wat. En, ik vind het heel lastig om nog om te zeggen wat we nou echt gaan doen. Ik vind het eindresultaat echt top. Ze hebben echt zo hard hun best gedaan. En het ziet er echt heel netjes uit. En ja, ik ben aangenaam verrast. Nou, proost en dank jullie wel. Ja, bedankt voor deze hele reis. Ja, precies. Ondanks dat Diana en Jeffrey na de oplevering toch een beetje verliefd zijn geworden op het huis aan de Leidsestraat, zijn ze toch tot de conclusie gekomen dat ze op zoek zijn naar een huis met een ruimere indeling. Zij zetten dit huis dus te koop